Welkom bij de uiterste video van Chateau in 3 minuten. Een spel in 3 minuten door de In Chateau ga je proberen zo snel mogelijk jouw Chateau vol te krijgen. Want de speler die als eerste zijn of haar Chateau vol heeft, die wint het spel. Nou, een speler naar keuze werpt beide dobbelstenen en vervolgens gaat elke speler beide dobbelstenen waardes invullen in zijn of haar chateau. Het meest geworpen worden een vorm. En die vorm kan twee of drie groot zijn. En als dat zo is mag je de vorm die hier staat aangegeven invullen in jouw chateau op een plek naar keuze. Dat hoeft niet aan grenzen te zijn, maar als het dus een tweetje of een drietje is, dan mag je alleen de vorm weergeven die hier aan de linkerkant wordt weergegeven. Maar daarnaast kan er ook een 4 of een 5 geworpen worden. En op het moment dat er 4 of een 5 geworpen wordt, moet je één van deze vormen kiezen en vervolgens afkruisen. Dus als ik nu besluit dit vierkant ergens neer te zetten, dan betekent dat dat ik in de toekomst als er een 4 geworpen wordt, niet nogmaals dit vierkantje mag neerzetten in mijn château. Nou, daarnaast kan er ook een kroon geworpen worden en op het moment dat er een kroon geworpen wordt, kies je een van deze pictogrammen uit en vervolgens ga je al die pictogrammen afkruisen in je château. Dus als ik deze ring kies, dan mag ik vervolgens alle ringen afkruisen in mijn château. Er kan ook een caterpillar geworpen worden. Op het moment dat er een caterpillar geworpen wordt, mag je bij de speler links van jou mag je één kruisje neerzetten op een plek naar keuze. Dat kun je een beetje doen natuurlijk om het wat lastiger te maken. Dus je kunt hem op een plek naar keuze neerzetten. Het mag alleen niet op een hamer neergezet worden. Die hamer is namelijk het laatste vakje wat belangrijk is. Op het moment dat je een hamersvakje aankruist, mag je volgens direct ergens in jouw eigen chateau nogmaals een kruisje neerzetten. Dus als ik na een kruisje op een hamer nogmaals een kruisje zet op een plek waar een hamer is, dan mag ik dus op die manier door blijven gaan tot ik een kruisje neerzet op een plek waar geen hamer zichtbaar is. Nou, dat gaat als je door tot een speler zijn of haar spelersbaadje vol heeft. Dan, op het moment dat dat zo is, dan heeft die speler het spel gewonnen. Er zitten veel verschillende Chateaux in en die Chateaux hebben nog een eigen regel. Zoek dat vooral even op in de handleiding op het moment dat je een Chateau gekozen hebt. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn, zoals hier bij deze, dat je een Dobbelsteenwaarde tijdens het spel nogmaals mag invullen en vervolgens kruis je deze aan. Nou, in principe is dat alles wat je nodig hebt om Chateau te kunnen spelen. En mocht je nou nog vragen hebben, laat het zeker even weten hieronder in de opmerkingen. Want dan komen we er zo snel mogelijk bij je op terug. Bedankt voor het kijken van deze video en heel graag tot de volgende. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden we blij van. Wij sparen abonnees, wist je dat? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. alvast Ja, dat zou echt leuk zijn.